Thank you.
Vooraf aan de Bijbeloverdenking willen we eerst om een zegen vragen over het heilige woord en opening van de harten. Zullen we samen bidden. Heilige, almachtige, eeuwige God in de hemel, u ziet ons, u weet ons zitten en ons staan. En gij kent al van verre onze gedachten, onze woorden en onze werken. Maar vanuit onszelf zijn wij verloren zonen en dochteren, gevallen mensen, die u naar kroon en troon hebben doen steken. Ach Heere, maak ons nederig voor uw aangezicht. Wilt u ons een oprecht hart schenken, dat wij zullen zien de grootheid van ons kwaad, en dat die zonden ons steeds voor ogen zweven, en dat we tegen u, tegen een heilig en een rechtvaardig God hebben misdreven en gedaan wat kwaad was in uw ogen. En wij zijn uw gramschap dubbelwaardig. Maar u heeft op uw tijd en op uw wijze uw geliefde zoon naar deze aarde willen doen zenden. Wat we ook in deze tijd zo herdenken. Het is al laat. Eerste kerstdag. Ach, wilt u uw zegen schenken? Wij hebben het niet verdiend. Wij hebben niet verdiend dat u zou overkomen met uw woord en met uw geest. Want die geest die zal toch doen hetgeen u behaagt. En diezelfde geest die zal een ieder kind van u altijd leiden. En door paden en wegen die zij toch ook niet geweten hebben. Maar het is ook diezelfde geest die leidt in de waarheid, waarvan Maria mocht getuigen. Mijn ziel maakt groot den Heere. Ja, mijn geest mag bij den Heere mijn zaligmaker noemen. En wat een prediking al op zich is dat, Heer. Maar leert u ons in de wegen te wandelen die wij moeten gaan. Tot dezelfde maak genegen. Mij en doe mij die verstaan. Leer en stuur ons naar uw woord. In uw waarheid geprezen. Wilt u ons leiden? U kan en u wil ons leiden. Dat we ze ook zouden mogen geloven door u alleen. Ja, door u alleen. Dat daar ook het hart heen zou mogen gaan. Wilt u schenken wat nodig is. Ook voor een ieder persoonlijk. In zijn of haar omstandigheden. Wilt u zijn met de omringenden. Wilt u zijn met de geliefden.
wilt u zijn ook met de wereld in nood, maar ook met degenen die uit onze gedachten zijn. Dat we ook onze naaste en ieder persoonlijk lief zouden hebben als onszelf. U gebiedt het toch in uw woord, dat wij zelfs onze vijanden lief moeten hebben. Uw geliefde zoon, een levend toonbeeld. Een levend voorbeeld. Hij heeft die wet volkomen gehouden en gedragen in het binnenste van zijn ingewand. Zou u ook diezelfde wet van Mozes en de profeten in ons hart willen schrijven? Dat we uw wet ook lief leren krijgen, maar ook aan het einde gebracht zouden worden van de wet. Want wij kunnen die wet toch niet houden en toch die eis overeind. Ach, en we leven nu toch in de dagen dat we herdenken dat uw geliefde zoon naar deze aarde is gekomen. Om te zoeken en zalig te maken hetgeen wat verloren was. Zou u dan ook ons genadig willen zijn? Nochtans hebben wij dat niet verdiend. Wilt u zijn met ons land en volk? Wilt u zijn met de overheid en degenen die in hoge plaatsen gezeten zijn? De regering, ons vorstenhuis. Geef allen de wijsheid om naar schrift en belijdenis te handelen en te wandelen. Omdat wij in uw waarheid zouden wandelen. Heel eenvoudig. Neig ons hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Wilt u al onze zonden genadiglijk vergeven? Wij hebben niet verdiend dat u dat zou doen. Maar doe het nog om uw naams wil. Help ons als wij hopen uw woord te overdenken. Wij zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar u kunt de hardste en de koudste tot u bekeren, tot de levende God. Dat geeft hoop. Dat geeft perspectief in het leven. Ach, zou u dat willen schenken? Wilt u ook zijn met al uw gaarne geroepen getrouwe knechten die gij zelf uitgestoten hebt in de wijngaard? Wilt u met allen zijn in alle moeite, noden, angsten en pijn? Ach, u kunt schenken en u wil schenken op uw trouw verbond al wat wij ontbreken. Ach, dat wilt gij schenken, mild en overvloedig. Alleen om uw naams wil, tot de roem en glorie van uw driemaal heilige naam. Om Jezus wil. Amen. Wij hebben een gedeelte voor ons liggen, en wel uit Lucas 2, en daar hebben wij het heilige woord van God voor ons liggen. Dierbare woord, ja, zo alles heeft zijn bestemde tijd. Ach ja, zeker, dat was in de tijd van Jozef en Maria ook. Maar dat was daarvoor ook al. Dat was in de tijd van het Oude Testament. Maar ook zeker in het Nieuwe Testament. En tot op heden ten dagen. Alles heeft zo zijn bestemde tijd. Immers, Prediker vermeldt dat ons. Dat alles zijn bestemde tijd heeft. En zo ook. Wanneer Jozef en Maria
geroepen werden om vanuit een huis en geslacht op te trekken en daar ingeschreven te worden, want keizer Augustus, hij had het bevel doen uitgaan in de gehele landen. En van heinden en ver kwamen de mensen aanlopen. En zo ook Jozef en Maria. 8 eenvoudige mensen. Jozef, hij was een eenvoudige timmerman. Maria was een gewone vrouw. Maria, ze was ondertrouwd met Jozef. Maar haar werd de belofte toch immers geschonken. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. O gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn. De Messias, jazeker, de verlosser, de redder van verloren zonen en dochteren, van verloren zondaren, die namelijk uit die duistere, donkere staat gebracht zouden worden tot zijn heerlijk en wonderbaarlijk licht. Maar de Zoon des Mensen, hij moest een gehele lijdensgang gaan. Ja, al vanaf zijn geboorte tot de tempel, waar hij op 12-jarige leeftijd de fariseeën en schriftgeleerden zou onderwijzen. Ja, ook tot zijn rondwandelingen op aarde onder zijn discipelen. Maar ook die lijdensgang naar Gethsemane en naar de vloekheuvel van Golgotha. Een gehele lijdensgang. Maar ook Maria en Jozef, ze waren op de weg getrokken. En ze trokken op. Het valt ons op dat ze optrokken. Ja, waarom? Ja, want Bethlehem Ephrata, dat lag hoog gelegen. Me laten vertellen dat het zo'n 750 meter boven de zeespiegel lag op een gebergte. Nou, en Maria was hoogzwanger. We weten niet precies of dat ze een lastdier bij zich hadden. Ja, velen in die tijd die hadden lastdieren, voornamelijk ezels of andere trekdieren, maar ezels in die tijd, of kamelen natuurlijk. Ze hadden niet zoals in deze tijd moderne voertuigen. Ja, maar dat gebod was uitgegaan. En een ieder moest de keizer gehoorzamen op zijn bevel. Anders zouden de consequenties wel wezen en komen. Want de Romeinse soldaten onder het gezag van koning keizer Augustus en Cyrenus de starthouder, die waren niet mals. Want als ter oren kwam dat iemand niet kwam opgaan, nou, dan hadden ze de Romeinse soldaten zeker wel paraat staan. De Cyrenus, de stadhouder, hij had ook zo zijn taak. Maar door alles heen was het ten diepste niet keizer Augustus die het bevel gaf. Nee, het allerhoogste bevel, en dat moeten we altijd maar goed onthouden, dat komt altijd van de levende koning der koningen. Hij de gezagdragende opperherder in de hemel. Hij ziet neder en hij bestuurt, zoals we al zeiden, alles op zijn tijd en op zijn wijze. Ja, wat een wonderlijke raad des Heren. Wat een wonderlijke wegen. Ach, door paden en wegen die Maria en Jozef ook niet geweten hadden. Maar toch geloven wij ook vast en zeker dat zij vertrouwen hadden, geschonken gekregen. Dat zij door de geest geleid werden op de wegen die zij moesten gaan. Op de paden en wegen, want ze waren namelijk uit het huis en uit het geslacht Davids. Ja, om beschreven te worden. En zo geschiedde ook die eerste beschrijving.
en allen moesten opkomen en we hoorden het net al. Vanuit alle windstreken en alle plaatsen kwamen de mensen op. Dat moet toch wel een stoet geweest zijn. En we weten uit de overleveringen dat die reis voor Jozef en Maria ja wel zo'n 130 kilometer was. En als u dan bedenkt dat Maria onder haar hart de heilige, dierbare borg en middelaar draagt, dan die 130 kilometer. En of ze nou op een lastdier heeft gezeten, dat weten we niet precies. Maar die wegen, die opgang naar de hoogte, dat heeft ons veel te zeggen. Want heeft een mens hier immers op aarde niet een strijd? En zeker zijn kinderen. Zij hebben doorgaans een strijd. Jazeker, want zonder strijd ook geen overwinning. En als we ons hart en ons oor te luisteren leggen, ook in deze tijd. Het lijkt toch veel te gaan om alles wat schijn is. Maar wie zijn nou de uitverkorenen? Dat zijn vaak onedele, verachte mensen. En wij mogen zeker niet oordelen. Maar het arme, het onedele deze wereld heeft God uitverkoren. Die wijs gemaakt moeten worden, die geleerd moeten worden in de wegen die zij ook niet weten. Jozef en Maria. Naar verluidt ook arme mensen, maar rijk naar den geest. Datzelfde volk vanuit die tijd. Velen wisten wel de geschriften. Velen wisten ook wel vanuit de profetieën dat de zaligmaker geboren zou worden. Maar velen verwachten toch ook een koning. Ja, die hoort in een koninklijk huis. Want zo dachten de mensen. En zo denken wij toch ook van nature. Maar de borg en middelaar wilde nou zo diep afdalen, omdat wij verloren mensen zijn. Zondige mensen. Een stal. Hij heeft immers getuigd. De vossen hebben holen. De vogels des hemelen hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waarin hij het hoofd neer te leggen. Je kunt dat lezen in Lucas 9 vers 58. De vossen hebben holen. De vogels des hemelen hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waarin hij het hoofd nederleggen. En als we dat op beseffen, hoe een diepe gang en hoe een diepe weg hij heeft moeten gaan. Om zijn volk namelijk op te rapen uit die duisternis. Dat volk wat namelijk in duisternis wandelt. Maar dat zal op zijn tijd toch ook een groot licht zien. Ja, en degene die wonen in de schaduwen des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Ster in Jacob zal opgaan. De wijzen uit het oosten. Zij werden toch gebracht op die weg, dat zij die ster mochten aanschouwen. Maar dat niet alleen, maar ook mochten volgen. Volgen. Horen. Volgen zonder vragen. Maar op zijn tijd toch ook werkelijk te spreken. Wanneer het behoeft. En wanneer het vermag. Zo wordt des Heeren volk geleid. Door hem. Want zij hoeven dat
toch zelf niet te doen. Zij kunnen ook zichzelf op die weg des levens toch niet brengen. De weg en de waarheid en het leven, dat is namelijk de Heer Jezus Christus zelf. En dat moeten zij nou ook leren. Dagelijks te leren en op Hem te zien. En dat al die weldaden namelijk uit zijn hand voortkomen zal. En wat eeuwigheidswaarde heeft, dat komt altijd uit zijn rechterhand. De weldaden voor de tijd, uit zijn linkerhand. En wat een zegen is dat toch, als wij ook uit zijn beide handen die zegen ontvangen. Wat een eeuwige zekerheid, ook voor zijn volk en kinderen. Zij verlangen toch die eeuwige, duurachtige zegen van Hem. Jozef en Maria. Ach, het was toch al 7 eeuwen eerder voorspeld, hè, dat de Messias geboren zou worden te Bethlehem Ephrata. Ja, Nazareth lag zo'n om en nabij iets meer als 10 kilometer daar vandaan. Maar Maria en Jozef moesten een lange weg afgaan. Opgaan, hè. Opgaan. Door dat ruige gebied. Zo'n 130 kilometer. Bethlehem. Dat lag hoog. En zij gingen. Toch allen onbeschreven te worden. Wij willen samen een gedeelte overdenken vanuit Lucas 2. Lucas 2. En wel van 1 tot en met 2021. 1 tot en met 2021. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een ingeluk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd werd, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in windselen, wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat er voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hem, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volkeren wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is de Heer Jezus Christus in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn.
Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met hen een engelenheerlijke kracht, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen hun welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hem weggevaren waren, dat de herders tot elkander zeiden: Komt en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij het alom bekend. Het woord dat van hun, van dit kindeke, gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom en verheerlijkten en prijzende God, zeggende over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat het kindeke besnijden zou zijn, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van den engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Jozef en Maria, ja, die heilsboodschap ontvangen. Ja, dat eeuwige wonder van genade en van waarheid, van recht en gerechtigheid. Namelijk de Zoon des Mensen, die op deze aarde heeft willen doen komen. Ja, om verloren zondaren op te rapen. Keizer Augustus, hij werd gebruikt als een middel in zijn hand. Keizer Augustus, hij wist ten diepste niet wat hij zelf deed. Hij dacht dat het alleen ging om de belasting te innen voor het Romeinse Rijk. Ja, daar was men wel mee bezet in die dagen. En ieder was toch druk met van alles en nog wat. Ja, met geld, met rijkdom, met goederen. En zo is het toch ook in deze tijd, dat velen alleen maar denken om de eigen portemonnee, om de eigen winst te doen, om de eigen winst te behalen. Maar wie dacht er ook in die tijd aan hun kostbare ziel? Uw ziel is kostbaar. Ach, daar wist David toch ook van, dat zijn ziel kostbaar was. En daar wisten toch al die Bijbelheiligen van, die geheiligd zijn, die gelouterd zijn, ook door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Ja, wat meer is, dat het goud van Gods genade zou schitteren en blinken, om zijn naams eer. Om de minste te zijn. Elkaar uitnemender te achten als onszelf. Om te leren vragen naar het eeuwige welbehagen vanuit zijn dierbare gezegende handen. Die handen, die milde handen en die vriendelijke ogen die bij hem van eeuwigheid zijn. Want hij is toch gekomen. Hij heeft een volkomen genoegdoening gang. In zijn gehele gang en weg.
in zijn gehele leven. Volkomen gehandeld naar de wil zijns vaders, vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria, geboren door den Heilige Geest. God en mens, geen zonde gedacht of gekend of gedaan. Onbevattelijk voor onze gedachten. Wij moeten heilig leven. Wij moeten leven naar dat goddelijke bevel. Volgens het evangelie. Volgens de wet. Onze schepper lief te hebben boven alles. En de naaste als onszelf. Dat heeft Maria toch ook geleerd. Dat haar zaligmaker voor haar volkomen voldoening heeft aangebracht. Mijn ziel maakt groot den Heere. Mijn geest maakt blij den Heer. Mijn zaligmaker noemen. Die in haar lage staat, haar dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. Kijk, daar kon dat Joodse volk in die tijd toch wel van leren. En ook dat Romeinse volk. Daar moesten ze van leren. Dat het niet door de werken der wet was. Door de werken der wet is geen vlees gerechtvaardigd. Geen zins. Maar alleen de volkomen genoegdoening van de borgen middelaar. Die namelijk de eerste plaats de wil en de eer zijns vaders altijd heeft volvoerd en op het oog had. Maar ook om een volk te willen hebben. Hij zal en hij wil een volk hebben. En hij geeft zijn eer niet aan de gesneden beelden. Hij geeft zijn eer niet aan de goden van deze tijd. Hij geeft zijn eer niet aan het zienlijke. Maar door het geloof alleen wil hij werken. Zo is nu het geloof door het gehoorde woord Gods. Dat de oren doorboord zouden worden. Dat hij de harten opmerkende zou maken. De ogen met ogenzalf zou doen zien. Op de koning in al zijn wijsheid, hè. In al zijn schoonheid, in al zijn gepastheid. In die dagen was keizer Augustus, zijn naam betekent de verhevene keizer. Hij was de machtigste keizer van het Romeinse Rijk en hij had veel macht. En hij regeerde zo 17 voor Christus, tot 14 na Christus. En er waren vele hoge kosten, ook al in die tijd. En hij moest toch ergens het geld vandaan halen. Ja, dan kwam het toch wel van de arme bevolking af. Ja, natuurlijk vooral van het Joodse volk. Het Romeinse volk, dat had zichzelf wel verrijkt. Hè? Leest u de geschiedbronnen er maar op na. Dat Romeinse volk, oh ja, dat werd wel goed verzorgd. Maar dat verachte Joodse volk, nee, daar liep men met een boogje omheen. Maar de Heilige Schrift leert ons toch om onze naaste lief te hebben als onszelf. En dan niet met een praatje, maar met de daad. En zo gij dat één van mijn minsten gedaan hebt, zij een beker koud water, zo hebt gij dat mij gedaan. Ach, maar ze zullen het van zichzelf toch niet weten. Ach, maar wanneer hebben wij dan dat zulks gedaan? Indien gij het mij gedaan hebt, zo hebt gij het. Indien gij het een van deze minsten gedaan hebt, zo hebt gij het ook mij gedaan. Want het is alles toch verbonden. Door hem. En vanuit hem en door hem en tot hem. En dat noopt toch alles weer tot hem. Omdat hij, als hij een werk begint, dan zal hij toch ook voleinden. En nu is het hier toch. In dit tranendal alles nog ten dele.
Wij kunnen toch niet bevatten wat de wegen des Heren zijn, of hoe mij moeten gaan. Maar daarom is toch ook nodig altijd te vragen om de bediening van zijn Heilige Geest. Dat die, en die alleen, ons op ons pad ten leidsman zou strekken. Ach, vanuit die tijd, en we blijven alleen nog maar bij Lucas. Hè? Dat heeft toch ook Zacharias en Elisabeth geleerd. Om door de Geest geleid te worden. Ook in een effen land. Dat heeft een Simeon en de oude Anna toch geleerd. Zij hebben dat toch allen geleerd. En de ene in wat ruimere mate als de ander. Maar allen zelf een bediend van diezelfde hemelse Vader. Die zorgt voor zijn volk. Om zijn volk kennis en zaligheid te schenken. En vergeving hunner zonden. Door de innerlijke beweging zijner barmhartigheid. Hij heeft ons bezocht door zijn grote liefde. Maar die weg die Maria en Jozef moesten gaan, dat was toch geen herenweg, maar het was een opgaande weg. Dat waren ruige wegen door gebergten. En al die gevaren op de wegen moeten we niet onderschatten wat die gevaren allemaal wel niet waren. Wild gedierte, leeuwen, beren op die wegen. Ze hadden niet zoals in deze tijd allemaal afrasteringen en reservaten. Nee, we weten toch ook van al ouds dat David op de schapen moest passen, net zoals die herders in de velden van Efrata. Ja, en dat was niet zomaar. Ze moesten toch immers een vuur stoken om het wild op afstand te houden. En zeker, ja, in die gebergten en zeker in die groene weiden, daar was ook wild vee te vinden, een wild gedierte. En het is toch zo dat wij voor alles bewaard moeten worden. Dat was toch ook in die tijd zo. Want in één ogenblik kan de levensboom toch ook vallen. En dan is toch wel zeker, ja, waar de boom valt, daar zal die toch ook eeuwiglijk blijven liggen. Maar wel zalig ook Jozef en Maria. Die door de Geest des Heren geleid werden in een effen weg die nochtans ook ruig was. Maar toch in een effen weg. Maar ze waren waard door de Allerhoogste Majesteit. Die het rijk heeft in de hemel der hemelen, in zijn heerlijkheid. Ja, die de hemelen heeft tot zijn troon. Ja, de Allerhoogste Majesteit. Hoe groot en hoe schitterend is zijn eer. Door heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. En zij gingen toch allen, ook die Jozef en die Maria, en naar die weg en naar die plaatsen waar zij geleid werden. Geleid, ja, door woord en geest. Want de profetieën moesten toch vervuld worden. Dat de Christus der schriften zou geboren worden om verlorenen te redden. Om doemwaardigen op te halen uit die ruisende kuil van modderig slijk en zonde. En brengen en over te zetten in zijn wonderbaarlijk licht. In het licht van zijn goddelijke aanschijn. En dat zij zouden wandelen in het licht van zijn goddelijke aanschijn voort. Ja, waarvan die herders toch iets hebben mogen ervaren. En waarvan die wijzen toch hebben mogen ervaren. Maar ook bijzonder Jozef en Maria. Maar ook die herders. Want de heerlijkheid des Heren omscheen hen toch. Maar zij vreesden met grote vrees. Maar die engel, hij mocht toch altijd, namelijk Gabriel die voor staat, mocht toch altijd zijn volk en kinderen op hun gemak stellen. En vrees niet.
En wat een machtswoord. En wat een prediking al op zich. En wat zouden hemel en aarde toch moeten bewogen worden bij die woorden. Wat een liefde, wat een rijkdom. Vanuit het eeuwige welbehagen. Ja, de wereld lacht ons uit. En misschien de godsdienst met een kleine g lacht ons ook nog uit. En waar men alleen door de werken der wet denkt gerechtvaardigd te worden. Maar door de werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Alleen het volbrachte offer van de Heer Jezus Christus dat redt. Zijn bloed wast en reinigt van alle zonden. Hij wil dat schenken. Ja, uit genade. Niet door de verdiensten van onszelf, maar alleen door de verdiensten van Christus alleen. Lam Gods, al geslacht voor de grondlegging der wereld. Als wij daaraan denken, dan staat ons verstand toch ook al met eerbied stil. Dat er al mensen zalig werden in het Oude Testament. Zeker, zeker. Noach en zijn 8 zielen. Gespaard door datzelfde bloed van het lam dat geslacht was, waarvoor de grondlegging der wereld. Jazeker, Mozes en een Aaron, bewaard door de sterke rechterhand des Heren. Bewaard door de Allerhoogste. Maar er was geen plaats. Hè? Zij klopten aan op de herbergen. En zij gingen misschien nog wel verder. Ze gingen nog een blok om, zouden we zeggen. Om te vragen of er nog misschien in een andere herberg plaats was. Maar geen plaats. Want in ieder was wel druk met zijn eigen beschrijving. Met zijn eigen akker. Geen tijd. En ten diepste geen tijd. Voor de bruiloft des lams. Hoor. Ze hadden geen tijd. Voor de geboren koning der koningen. Van welke de schriften getuigen. En Jesaja. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij ligt op zijn schouderen. En men noemt zijn naam. Wonderlijk raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid, vredevorst, de grootheid des Heren zal ons doen. Dat volk, dat uitgewerkte volk, dat in duisternis wandelt. Die uitlanders, die wonen in de schaduwen des doods. Over de zulken zal een licht schijnen. Het licht dat opgegaan is in Bethlehem. O, die dierbare plaats. Maar dat dierbare kind, dat stof van vreugd. Geschenk van het alvermogen, dat we in verwondering, in alle eerbied, zouden aanbidden, de koning der koningen, maar spreken over dat kind, ach, dat brengt ons nog niet bij dat kindeke. Spreken over dat kind, brengt ons nog niet bij dat kind. Maar we moeten getrokken worden met koorden van eeuwige goede tierenheid. Dat die voorspraak van de borgenmiddelaar, die ligt daar bij de vader. En hij bidt voor zijn kinderen. Ik wil niet dat deze of gene verloren zou gaan. Er is blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. En wederom tot genade komt. Dus engelen heer legermacht. Legert zich rondom degenen die hem vrezen. Zij is als een vurige muur van rondom. En wat een blijdschap. Ja, die blijdschap die zal dan toch ook onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste toppunt stijgen. Alleen ter ere van dat dierbare kind. De zaligmaker van zondaren. Die hun staat hebben leren inleven. Wij zijn des doods schuldig. Maar door u alleen kunnen wij gered worden. Maar er was toch geen plaats voor hen in de herberg. Er was geen plaats.
Dus ze moesten doortrekken. Ja, dat is ook weer een prediking. Abraham was ook een doortrekker. Hij mocht zijn pinnen ook niet te diep slaan. Hij moest door. En zo is dat nou ook geestelijk gezien. Een doorreizend volk. Zij kunnen met het oude niet blijven. Zij moeten telkens weer bediend worden vanuit zijn hemels heiligdom. Er was geen plaats voor de koning der koningen. Velen zullen wel verwonderd zijn. Weer zo een. Weer die arme mensen. Maar uiteindelijk, Jozef en Maria gekomen bij een kribbe. Want er was geen plaats in de herberg waar normaal gesproken de dieren uit aten. Gelegd, dat dierbare kind, in een voederbak. Een koningskind gelegd de schoot der aarde. Maria, nochtans, we geloven, vol van vreugde, vol van blijdschap. Want zij had de redder, de verlosser, de Messias. En vele Joden ook in die tijd, ze wisten heus wel de geschriften. Jazeker. Maar velen dachten toch dat de Messias een aards koninkrijk zou oprichten. Maar wat getuigde de Messias namelijk ook vooral tot zijn discipelen? Dat hij hier geen aards koninkrijk zou hebben, maar dat alles gericht was op het hemelse. Dat eeuwige koninkrijk van de Vader. Dat hij geloofd en geprezen zou worden, namelijk in alle eeuwigheid. Dat hemelse, dat eeuwige koninkrijk. Zijn discipelen later toch ook. Zij dachten dat de Romeinse soldaten wel verjaagd zouden worden. En dat hij een aards koninkrijk zou oprichten. Ja, zeker wel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat wel. Maar alles was ten diepste gericht op de ere van God. Op dat eeuwige, vastblijvende koninkrijk. Want alles wat hier vergankelijk is op deze aarde, laten we wel zijn. Alles wat vergankelijk is op deze aarde, dat is geen duurachtig goed. Alleen wat behouden is en wordt door hem, dat zal eeuwig blijven staan. Alle koningen, ook in die tijd, keizer Augustus. Ze waren aan de wil van hem onderworpen. Hoe goddeloos ze dan ook waren. De almachtige schepper van hemel en aarde liep niets uit de hand. En zo werd ook keizer Augustus gebruikt als een middel in zijn hand. En in diezelfde landstreken, ja, waren herders. En zij hielden zoals de dagelijkse tijding was ook de wacht over hun kudde, over de schapen. Ja, in die tijd waren er nog veel gevaren van rondom. En vaak maakte men dan een heel groot vuur om het wildgedierte op afstand te houden. In deze tijd zien we nog wel eens wat schaapherders. Maar dat is niet zoals in deze tijd. Alhoewel, in het huidige Israël heeft men zeker nog schaapherders. Zeker wel. Die herders. Dat waren geen herdertjes, zoals wij wel eens in liederen horen. Nee, dat waren ferme, stoere mannen. Want hoe kunt u anders een wild gedier op afstand houden?
Daarom al deze liedjes van deze tijd die we wel eens horen in kerstliederen. Ja, die matchen niet met het woord. Velen ook weer wel. Maar de herders, dat waren geen herdertjes. Dat waren ferme, stoere mannen. Ruige mannen die wel wisten hoe dat ze hun kudde moesten leiden. Maar dat waren ook geen huurlingen. Nee, dat waren echte herders. Herders. Zij hielden de nachtwaken over hun kudde. Aldus het 8e vers. En zij waren met hun dagelijkse nachtelijke taak bezig. Overdag de schapen weiden. 'S Nachts op de schapen passen. Maar op een zeker moment en zie. Dat moet al wat geweest zijn. Want waar hij komt, dan brengt hij toch alles mee. En zie, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. Dus ineens, plotsklap, die donkere nacht, stond er een engel des Heren bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Die heerlijkheid, die majesteit van boven. En zo kunnen we toch ook zien dat het altijd van boven komende is. Waar hij een werk begint, dan komt hij van bovenaf. Dat moet ook nooit vergeten. Want er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. En zo stond die engel bij hen. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volkeren wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is de Heer Jezus Christus in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden, vastheid, zekerheid, dat is getrouw. Zijn woorden zijn getrouw en alle aanneming waardig, dat hij in de wereld gekomen is, te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En gij zult het kindeke vinden, in doeken gevonden, en liggende in de kribbe. Dat is nou die heilsfontein, dat is die heilsboodschap, dat is dat goddelijke wonder. Dat kind geboren. Wie zal dat bevatten? Die heerlijkheid die bij die herders omscheen. Maar hoe des te meer is die heerlijkheid namelijk geopenbaard. Bij dat kindeke. Want spreken over dat kindeke. Oh, dat brengt ons nog niet bij dat kindeke. Dat we aanbidden. O dierbaar kind. O stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. En een heerlijkheid des Heren omscheen hen. Zij vreesden met grote vrees. Ach, heden geboren, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En zo moeten we toch ook eigenlijk de lijnen doortrekken. Ja, is dat kindeke ons geopenbaard? Is dat kindeke heel eenvoudig ook geboren in ons hart? We hoorden het net al. Vanuit onszelf is er nooit één mens die naar God vraagt of naar hem zoekt. Ook niet tot één toe. Maar de grote schepper aller dingen schiep uit het ongenaakbaar licht, schans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. Uit zijn vaste woning, waar hij heerst als koning, hij heerst als opperheer.
Ja, dat geschenk van het alvermogen. Maar er was geen plaats. Hij heeft toch later getuigd in Lucas 9, vers 58. De vossen hebben holen. De vogels des hemelen hebben nesten. Waar de zoon des mensen heeft niet, waarin hij het hoofd nederleggen. Ja. Kribben. Een voederbak. Die herders, die waren toch zeker met grote vrezen vervuld. Want wie zal God zien en leven? Hij is immers toch een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar die herders, die waren niet vergaan, omdat zij gekend waren al van eeuwigheid. En van voor de grondlegging der wereld was al bekend wat zou geschieden. Alles heeft zo zijn bestemde tijd. Er is overal een tijd van. Maar nu zal het toch noodzakelijk zijn dat in een punt des tijds onze wil gebroken wordt, onze eigen wil verzaken, onze oude natuur doden en een nieuw godzalig leren leven en wandelen. Door zijn woord, door zijn geest. En van stonden aan, terstond, is daar met hen een hemelse engel en heerleger macht, prijzende God en zeggende, ere zij God, niet ere zij de mens, nee, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. Toen was er vrede op aarde, moet u nagaan. Vrede bij dat kindeke van Bethlehem. Kindeke, gezonden door de Vader. Geboren uit een heilige geest. Vlees en bloed aangenomen. Waarachtig God en waarachtig mens. Geen zonde gekend of gedaan. Levende toonbeeld van zijn zelfstandigheid. De zaligmaker, de redder, de Messias, de verlosser, de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal, de getrouwe Heere, de Kyrios. Adonai, de levende, de levensvorst. Hij heeft die strijd op aarde alleen moeten strijden. Alleen op die pers moeten treden. Zijn vader hielp hem niet. De Heer Jezus moest zijn weg alleen gaan. Hoe heeft hij het ook later toch uitgeroepen? Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet, terwijl ik zwoeg en strij, en brullend klaag in de angsten die ik lij, dus fel geslagen. Zei ik mijn God, bij dag moog bitter kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Voor iedereen was plaats, behalve voor de redder, voor de zaligmaker. Nochtans, moet ons tot droefheid zijn, de vossen hebben holen. De vogels des hemelen hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waarin hij het hoofd nederleggen. Die herders geloven ook vast dat ze veel hebben willen leren en dat ze met de dichter zullen uitgewonderd hebben, leer mij naar uw wil te handelen, dan zullen we in uw waarheid wandelen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vrezen
van uw naam, maar kom, we moeten verder naar de tekst. Die volzalige harmonie daar in die velden van Efrata met die engelenheerleger mag. Hoe zullen wij dat ooit kunnen bevatten? Hoe zullen wij ooit kunnen verstaan die goddelijke almacht van dat eeuwige welzijn, van dat eeuwige alvermogende kind, dat dierbare stof van vreugd, dat geschenk van het alvermogen, door s'Heeren hand alleen geschiet. Het is toch een wonder in onze ogen, maar van nature doorgronden wij de dingen toch niet. Wij begeren niet de dingen die des geestes God zijn. Het is van nature een dwaasheid voor de ziel. Maar om nu wijsgemaakt te worden voor dat kinderke, daar liggende in de kribbe, die wil werken met zijn dierbare geest in de harten van verlorenen, van uitgewerkten, die hebben leren vragen. Niet door ons, niet door ons, door u alleen, dat eeuwige welbehagen. Die vijfde eeuw voor Christus in Israël was al zoveel afgespeeld. De profetieën waren verkondigd. Eerder was zelfs al aan Abraham toegezegd dat het kindeke uit het geslacht Davids geboren zou worden. Isaac, hij hoefde zijn leven niet te geven. Nee, dat zou de Heer Jezus Christus doen. Wat een wonder, wat een geschenk, het goddelijke alvermogen. De Heer zal zichzelf in een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En dat zag alles heen naar wat zou geschieden, wat geschieden is. Dat de Heer Jezus Christus zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. Het gaat alles, altijd aan. De eer van God, dat we altijd beseffen dat alles wat in het woord van hem staat, dat het alles ter ere Gods zal zijn. Want zijn woorden zijn toch getrouw. Hij werkt door recht en gerechtigheid. En Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. Door u alleen, dat eeuwige welbehagen. Die herders zullen verwonderd zijn geweest. En zodra die engelen van hem weggevaren waren, naar den hemel, en dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan. Naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. De grote werken Gods tentoongespreid voor die herders, die velden van Efrata, in die velden van vreugde, in die tijd. Want de herders waren vervuld, we geloven, door de Heilige Geest. Vol, vol. Als we een glas hebben en we doen dat helemaal vol met water, ach, daar kan er niks meer bij. En zo is het nou ook. Als de geest des Heren wordt uitgestort, dan is men vol van de goedheid en van de goede tierenheid des Heren. En dan kan er ook niks meer bij. En dan mag er ook niks meer bij van de mens. Want hij werkt door woord en geest. En zo waren zij vol. Vol van de Heilige Geest. En zo zien wij toch ook in de Bijbelgeschriften dat ook vele mensen vervuld waren door de Heilige Geest. En dat zij werkelijk alleen de eer van de Heere op het oog hadden. Omdat de koning eeuwig moet leven.
Ja, bid elk met diepst ontzag. En dat moesten die herders nou ook gaan doen. Ja, bij dat kindeke. Waar de wereld dat niet in tel achtte. En wat voor de wijzen en verstandigen verborgen is. En dat wordt aan de kinderkens geopenbaard. Dat wordt aan die herders, eenvoudige herders, geopenbaard. En zij gingen allen. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Aanbiddende. En als zij het gezien hadden, maakten zij het alom bekend. Het woord van wat van de kindeke gezegd was. O ja, en alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen wat gezegd werd van de herders. Maar dan komt die stille Maria. Die Maria. Die eenvoudige vrouw. Doch Maria bewaarde deze woorden alle dit samen die overleggende die in haar hart. En dat is al een prediking op zich. Bewarende het woord des Heren. Eerst horen, opmerken, verstaan in het hart en bewaren. Ja, en wij geloven toch ook, om ook nog eens in donkere tijden te putten uit dat bewaarde woord. Dat zuivere profetische woord, dat zeer vast is en gij doet wel. Dat gij je daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat een morgenster opgaat, opgaat in uw liederharten. Die zonne der gerechtigheid zal opgaan. En dat hij ons zou overschijnen en dat hij ons zou bewaren. Die zonne der gerechtigheid en zoveel namen meer. Want zijn naam is voleindig zaaggoed. Zijn naam is driemaal heilig en ontelbaar meer. Hij die de banier draagt boven 10.000 en boven 10.000en. Hij is het alles waard om geëerd en gevreesd te worden. Met Maria te bidden. Mijn ziel maakt groot den Heere. Mijn geest maakt blij den Heere. Mijn zaligmaker noemen die in haar lage staat. Haar dienstmaagd niet versmaat, maar van zijn gunst doet roemen. Om met al die Bijbelheiligen door genade ook eens uit te wonderen door u alleen, om dat eeuwige welbehagen, niet ons, maar uw naam alleen. Zij door uw hand en goede tieren heen, al eer en roem geprezen. En de mensen in die tijd, ze verwonderden zich. Koningskind geboren. Velen zullen wel gedacht hebben aan Herodes. En velen zullen nog misschien wel een profetie hebben gehad die ze ergens vandaan hebben gehaald. Zou het nog waar zijn dan? En ze verwonderden zich, maar ze gingen weer over tot aan de orde van de dag. Want de ene had een akker en de ander had een vrouw. En de ander had weer werk in huis. En de ander ging weer verder met handelen. En de vijfde ging weer verder met zijn boerenbedrijf en noem maar op. Koningskind geboren. Profetie is opgeslagen. Nou, Jesaja heeft toch wel iets anders voorspeld, zeggen ze dan in die tijd. Maar dat kindeke was geboren. Het was gekomen om te zoeken en zalig te maken hetgeen wat verloren was. En Maria, ze bewaarde alle die woorden. Overleggende. Dat is ook weer een prediking, dat woord overleggende. En we geloven door de dierbare geest geleid, overleggende die in haar hart. Wat was dat? Wat waren die overleggingen? En we geloven vast en zeker. Weet u wat dat was? Dat was nou schrift met schrift vergelijken. En dat was de Heere danken voor al die onverdiende weldaden die hij uit zijn rechterhand had geschonken, maar ook uit zijn linkerhand. Dat ze nog een onderdakje hadden gehad en dat ze nog bewaard waren.
door de sterke rechterhand des Heren, en dat ze al die geschiedenissen nog eens nagelezen zou hebben. Och, nagelezen? Weet u waar die nou waren? Die waren nou verzegeld in het hart. Ach, die heilige wet, die was geschreven op de tafelen van het hart. En het heilige evangelie, dat zat nou niet in het hoofd alleen, maar dat zat nou in het hartje, dat gewassen zou worden door het dierbare bloed van de zaligmaker. Welke is de Heer Jezus Christus? Hem komt alle lof en aanbidding voor eeuwig waardig toe. O, als we er iets van zouden beseffen, wat een ernst het is in dit leven om nu voor hem te buigen. Kom leren en kennen we daarvan. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkt. Zoekt dagelijks zijn aangezicht, gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan, en wil zijn straffend gadeslaan, zijn schatten wil hij schenken. Die schat eeuwig bewaard in de hemel, en waar de mot en de roest niet bij kan. Die verzegeling in het hart, dat ik voor u wil hij schenken in het hart. Ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En de herders keerden weder en verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hem gesproken was. We zijn weer ver op het einde. En wat zal het einde toch zijn? Het einde van het volk van God, dat zal vrede zijn. Vrede. Vrees niet, want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap, die al de volkeren wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is de Heer Jezus Christus in de stad Davids. Hij is de gegevene, de gezondene van de Vader. Ja, vol van genade en waarheid op deze aarde willen doen komen, om boetvaardige, om schuldige zondaren, die het leven niet meer in eigen hand kunnen houden, maar die gered moeten worden door hem alleen. Door hem alleen. En dan zien zij zich ook omringd door zijn weldadigheden, door welke weg zij ook moeten gaan. Al is uw weg ook door het water, ook al is uw weg door het vuur. Ik zal u nu begeven. Ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn. Dat heeft als oude volk Israël toch ervaren, geleid door de wolkkolom en door de vuurkolom. En zo is ook Jozef en Maria geleid. Zo zijn de wijzen uit het oosten door die sterren David geleid naar het kindeke. En bij dat kindeke gebracht, getrokken met koorden van goedertierenheid. Getrokken uit die duistere doodse standen en overgezet en gebracht tot zijn heerlijk en wonderbaarlijk licht. Dat eeuwige licht dat ontstoken is in Bethlehem, die volkomen voldoening gedaan heeft voor de zijnen. Volkomen. Zijn vlees is waarlijk spijs. En zijn bloed is waarlijk drank. Hij wil het bevestigen. Hij wil het versterken. Ook door de sacramenten. Door de heilige doop. Het is niet zaligmakend, hè, de heilige doop. Het is een teken van zijn overmogen. Dat wij een volk wil hebben. De dag zijner heerkracht. Maar hij wil het ook versterken door het heilige avondmaal.
om versterkt te worden. Gelouter door het lijden. Dat kindeke in die dag, Heer Jezus, voor het oog zag het eruit als alle andere kinderen. Maar het was Gods zoon, Gods enige geliefde zoon, de redder, de zaligmaker. En hij moest ook ten achtste dagen besneden worden. Want als die acht dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Een boom ten teken. En die besnijdenis, die gebeurde ten achtste dagen. En men weet ook wel uit de overleveringen dat die besnijdenis ook veel huidziektes tegenging. En dat het ook een effectief middel was. Maar ten diepste was het een teken van het verbond. Dat van geen wankelen weet. Ja, dat van kind tot kind zijn naam voortgeplant zou worden. Zijn naam is heilig en hij zal ook van kind tot kind en van geslacht tot geslacht zalig maken. Volkomen zalig maken. Hij is een God van volkomen zaligheid. Hij is gekomen. Tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hoe treffend is dat woord dan toch ook. Wanneer die dagen. En velen verwonderden zich wel. Maar het bleef alleen bij verwonderen. Het bleef bij een wondergeloof misschien nog. Of misschien nog niet eens is. Misschien bij een tijdgeloof. Maar wat zo weer weg hebt, zoals eb en vloed, weer verdwijnt. Maar dat duurachtige goed, dat geplante geloof, waarvan de wortel door hem wordt onderhouden, namelijk door woord en geest, door dat eeuwige duurachtige goed van hem. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Hij wil volkomen gediend worden. Hij wil volkomen geprezen worden. En dat wij met alle inspanning van alle krachten hem zouden dienen. Maar door de werkende wet is geen vlees gerechtvaardigd. Om naar het einde gebracht te worden van de wet. Te zien op hem. Hij heeft die wet volkomen gehouden. Leer mij. Leer ons naar uw wil te handelen. Dan zullen wij in uw waarheid wandelen. Neig onze harten en voeg het samen. Tot de vrezen van uw naam. Dan zullen wij hem loven. Behoren wij ook tot dat volk dat de geklank kent. Hè? Dat de geklank kent. Die een bekende en een geopenbaarde zaligmaker aan de ziel hebben toegepast gekregen. Dat zijn dierbare hartebloed ons dierbaar zou worden. Ons alles. Dat we het zouden uitroepen. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Dat we leren vragen. Mogen wij onze ziel als een buit uitdragen, want het is kostbaar om u te loven. U bent zo waard om gevreesd en gediend te worden. U bent het zo waard om in alle tijden en plaatsen gediend te worden. Vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Uw naam ter eer. Hij regeert. En hij zal zijn almacht tonen. Zover de blindste heidenen wonen, zullen ze bekeerd worden tot hem. Zullen uit alle landstreken reest en gediend te worden. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk dan met diepst ontzag.
Thank you.